Hey, leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Zero Free Running. Vandaag ga ik je uitleggen waarom een warming-up belangrijk is. We spraken net met Hidde. En Hidde traint in Zwolle en die kon me al van alles vertellen over een warming-up. Dus volgens mij train jij bij Zero, of niet? Ja, klopt. En waar train je? Vrijdag Zero 2, op de maandag bij Zero 1C. Oh, jij traint 2 keer in de week? Ja. Ah, nou, leuk. Misschien kun je wat vertellen wat jij al weet over een warming-up. Volgens mij moet je een beetje rekken. Gewoon dat je goed warm wordt. Volgens mij is de kans van 3 keer zo klein dat je botten breekt. Zo. Ja, een stukje rennen. Ja. Bijvoorbeeld door de zaal. En ja, dat is eigenlijk. Vind je het leuk om een warming-up te doen? Ja. Oké. En wat vind je het leukste van de warming-up? Is dat het samen doen of lekker snel bezig zijn, springen? Dat je vaak achter iemand aan moet rennen. Bijvoorbeeld even Jeroen, want daar krijgen we ook les van. En dan moeten we dit samen achter hem aanrennen. Als we hem dan hebben aangetikt, dan mogen we pas op. Maar soms duurt het echt gewoon 5 minuten. Oké, dus een soort van wedstrijdje dan. Ja. Dus dat is wel een hele belangrijke les natuurlijk. Niet als je een warming-up doen of geven niet zo leuk vindt, dan moet je een beetje competitie gaan doen met dat. Een beetje wedstrijden. Ja. Hey, en wat kun je allemaal dan? Sideflip op de grond. Oeh, kunnen we dat zien? Ja. Moeten we eerst een goede warming-up doen, hè? Ja. Nou, dan gaan we dat maar eens even doen. Een goede warming-up bestaat uit 2 dingen. 1. Een psychologisch gedeelte en 2. Een fysiologisch gedeelte. Nou, dat zijn misschien moeilijke woorden, maar dat komt eigenlijk op het volgende neer. Psychologisch, het gaat om de zaken in je hoofd, en fysiologisch gaat om de zaken die met je lichaam te maken hebben. Oké. Nou, dat is leuk, want we worden dus gelijk eigenlijk getest. Want hij zegt, hey, ik wil een vette truc laten zien. Maar ja, als je niet warm bent, dan loop je meer gevaar om een blessure te krijgen of iets te breken. Of je bent er niet helemaal bij in je hoofd. Ik zat er nog in de Netflix-serie of aan het gamen. Ja. Dus eigenlijk heeft de warming-up meerdere redenen. Ja, het is niet alleen om je lichaam, maar het ook om even je hoofd erbij te hebben. Mindset. Mindset. Ja, kijk, het is allemaal uitgelegd in de les. Punt 1. Je stimuleert de bloedsomloop. Dat wil zeggen, je bloed gaat sneller stromen, waardoor je spieren warmer worden en minder kans hebben op een blessure. Punt 2. Ook goed om te weten dat het je stofwisselingsprocessen stimuleert. Dat wil zeggen dat je spieren meer zuurstof krijgen en meer energie. Wat trouwens ook goed is om te weten over die stofwisselingsprocessen, dat het ook zorgt voor minder spierpijn. Plus, punt 3, je zenuwgeleiding neemt toe en dit stimuleert je reactievermogen. Nou, wat ik altijd even doe, wat ik lekker vind, is eerst even lekker bewegen. Een beetje gewoon lekker zo huppelen. Maar als het een beetje saai is, ja, dan ga ik eigenlijk wel heel gauw nadenken, wat ga ik nou doen? Ik ga zo meteen een sideflip maken. Dus wat is dan belangrijk om op te warmen, denk ik? Springen. Springen, ja, want je gaat met de side springen. Dus wat we gaan doen, is even op de voorkant van je voeten springen. En de hakken moeten gewoon niet raken. Dus de kuitspieren lekker warm worden en je enkels. Oké, mag je even stilstaan. Stel je voor je bent wat ouder, ja, en niet zo snel en energiek als deze jongeman, kun je het ook even heel langzaam aan doen. Nou, je begint gewoon met het losdraaien van je enkels. Stel je hebt een blessure aan je enkels gehad, of je hebt zwakke enkels, dan begin je altijd even met goed loswerken. Een goede warming-up bestaat uit 3 fases. De eerste fase is de algemene fase. Hierin ga je kijken wat je kunt. Ben je belastbaar? Heb je nog spierpijn? Misschien heb je wel heel slecht geslapen en voel je helemaal niet dat je denkt van, oh, helemaal stijf. Dan is het dus belangrijk om in deze fase rustig aan te doen en je lichaam op te gaan bouwen voor fase 2. Kijk, de handen doen we er ook gewoon bij. Heb je bij de sideflip als het goed is niet nodig? Ja, om je benen goed vast te kunnen pakken, want soms schieten ze wel eens los. Nou, ja. Nou, dat kan natuurlijk ook een beetje met wat koudere handen. Ik heb mijn handschoenen er ook natuurlijk aan. Maar om goed warm te worden is het altijd wel fijn om je hele lichaam mee te nemen. Nou, hebben we dat gedaan. Wat gebruiken we er meer met de sideflip? Je knieën. Je knieën. Hoe kunnen we dat doen? Oh. Nou, hij weet het allemaal, deze man. Dus dan doe je handen, leg je boven je knieën en je gaat rondjes maken. Ja? Doen we dat alleen op deze manier of heb je nog andere manieren? Zal ik er eentje laten zien? Ik ga ook nog zo rondjes draaien. Ja. En weet je waarom we dat doen? Ja, wat ik net al zei, dat de kans dat je breekt minder klein is. Ja. Om je spieren warm te maken. Ja. Dat je meer kracht kan zetten. Ja. En er is er nog eentje, en die weten heel veel mensen niet. Maar het is goed om te weten. Als jij namelijk last hebt van je knie, kom je er op 1 minuut achter als je hem gebruikt. Ja. Dus als je, mag je nog een keer gaan staan. Kijk, ik doe ook even van buiten naar binnen. Zo. Ja, dus maak je een rondje. Zo naar binnen. Voel ik bijvoorbeeld van, oh, een beetje last aan de onderkant. Dus dan moet ik een beetje oppassen. Dat kan spierpijn betekenen. Of dat ik gewoon een beetje ouder word en een beetje stijf ben. Dus moet ik goed opwarmen. Oké, dan maak ik ook nog gebruik van een strek. Hè? Want ik ga de lucht in. Ja. Het is belangrijk dat ik even mijn armen loszwaai. En dan ga ik een beetje de beweging namaken, of nabootsen, die ik ook gebruik in de sideflip. Uiteindelijk doe ik dat. Dus dan mag je best. Ja. En dat noemen ze sportspecifieke oefeningen, die er dus voor zorgen dat je echt warm bent en niet dat je bepaalde oefeningen doet, een paar rondjes om het veld heen loopt, maar dat je dan uiteindelijk dat het in je rug schiet, omdat je niet de goede rugspieren hebt opgewarmd die je wel gebruikt tijdens de oefening. Fase 2. Dit is de rekfase. In deze fase ga je actief rekken om je spieren, de spierspanning te vergroten voor de inspanning die komen gaat. Oké, ik sprak net over actief rekken. Je hebt twee vormen van rekken. Je hebt actief rekken en passief rekken. Passief rekken is als we iets eigenlijk stil laten liggen. Dan gebeurt er niks, dat noemen we passief. Hier kan ik de spanning opbouwen, maar voor de activiteit wil ik mijn spieren eigenlijk gaan voorbereiden wat er gaat komen. En dan ga ik het dus op een actieve manier doen. Dus ik schop hem omhoog. Echt iets meer rechtop staan, zodat mijn spier echt wordt bewogen en ook op spanning komt te staan. Ja. Zijn er nog meer dingen? De heup. Ja. De heup gebruiken we ook, hè? Want je komt aan en dan ga je hier in je heup. En je zet af en strek je je heup. Ja. Dus we gaan even de handen op de heup leggen. En ga even coole dansjes doen. Handen op je heupen. En dan ga je je heup naar buiten duwen. Ook naar achter zo. Dat mag een beetje naar voren leggen. En dan gaan we nu weer doen als we breed staan. Helemaal naar voren duwen. Helemaal naar achter. Ja, dan gaan we even zijwaarts. Hup, 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 hup. Nou, ik voel dat ik hem kan vandaag. Voel jij hem ook goed? Ja. Oké, de laatste fase is even lekker goed warm worden. Want we weten nu van, hé, we kunnen goed warm worden, want we hebben geen pijntjes. Ja. Dus, heb jij nog een leuke oefening die je dan normaal gesproken in de les doet? Fladderen. Fladderen. En dat is? Dat je op de grond gaat zitten en dan... Zo. Dat is de jelle noemen we die. Dat is de jelle. Jelle. Je ziet het, hè? Oké, mag je even gaan staan? Ik vind het wel leuk, want ik heb al het gevoel dat ik helemaal los eigenlijk ben. Laatste wat ik nou even doe is misschien voor de liefste, dan kun je fladderen. Of je gaat even opschoppen, zo. Eén been is het heel moeilijk. Maar bij de muur gaan staan, hè? Of even een boom vastpakken. Ja, hij kan het gewoon zonder boom. En dan schop je hem lekker, hoppa, lekker op. Andere kant ook, ook even naar binnen, naar binnen, naar buiten. Belangrijk dat je je teen richting het plafond, of in dit geval de hemel wijst. En ben je al een beetje warm? Ja. Hij is al een beetje warm. Ik nog niet helemaal. Dus wat ik dan als laatste doe, even een spelletje. Als ik jouw elleboog aantik, heb ik een punt. En als je de mijne aantik hebt, dan heb jij een punt. Okay. Yes, komt-ie. We gaan wel lopen, hè? Beetje warm blijven. Oeh, hij is goed. Ah ja, heel goed. En nou ben ik wel warm, hè? Pop, 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 pop. Als laatst heb je de specifieke fase. En dit is goed om te weten dat je dan eigenlijk alleen maar dingen gaat doen die echt te maken hebben met wat je wil gaan doen. Dus ik wil zometeen een goede precision landen. Dan ga ik in mijn warming-up kleine precisions maken bijvoorbeeld. Dus dan ga ik bezig met sprongetjes. Ik neem mijn handen mee, zodat mijn lichaam gewend raakt en ook mijn mindset gewend raakt aan wat er gaat komen. Goed, is het niet te glad hier? Ja. Ja, dus waar kunnen we hem dan doen? Zand. Zand, dan met zand. Belangrijk als je buiten traint dus, kijk eventjes goed uit, is het niet te glad? Want zowel, ja, dan ga je op je gezicht. Dan is het aan jou. Kijk, maar hey, ontzettend gaaf. Ik snap dat je het nog zo kan. Hey, dan wil ik jou ontzettend bedanken. Ja. Tot snel. En hopelijk tot snel in de training weer, dat we weer mogen trainen. Ja. Yes? Doei. Hey, tot de volgende keer.